Eerlijk gezegd, het heeft ook iets te maken met mijn ziekte. Ik ben vier jaar geleden erg ziek geweest en dan hou je met alle scenario's rekening. En uh, toen dacht ik al van als ik nu die periode nog maar eens kan volmaken. Dus vanaf toen ben ik eigenlijk gaan koersen op dit moment. Ik denk ook dat het prima is voor Winterswijk: hè, de, dat we ook in Winterswijk gewoon weer een nieuwe burgemeester krijgen. Inmiddels weten we ook wie dat wordt, daar ben ik ook heel blij mee. Uh, dus ik denk dat het voor alle partijen, maar ook voor mij hoor, gewoon beter is om nu dat punt te zetten. Wat heeft u Winterswijk bijgebracht in die twaalf jaar? Wat heeft u hen geleerd? Misschien wel uh, een, een stukje zelfbewustzijn en trots bijbrengen over alles wat Winterswijk heeft. En in de politiek denk ik dat ik ook een zekere rust heb uh, kunnen uitstralen en kunnen bijdragen ook. Uh, aan het gewoon niet onnodig zaken politiseren. En vooral ook gewoon vanuit het belang van de inwoners de goede dingen doen. Ook als gemeenteraad en ook als politiek. U vertrekt uit het gemeentehuis in Winterswijk. Maar wat gaat u doen? Om te beginnen blijven we hier, hier gewoon wonen. En uh, ik wil nog wel uh, ja, wat maatschappelijke dingen blijven doen. Bijvoorbeeld uh, zou ik het interessant vinden om uh, in één of twee raden van toezicht te gaan functioneren. Ik ga misschien ook wel uh, vrijwilligerswerk in Winterswijk doen, bepaalde klussen. He, ook even in overleg met mijn opvolger en met uh, de gemeenteraad. Want ik wil absoluut geen staande weg zijn of nog aandacht naar me toetrekken. Maar ik denk dat er nog genoeg werk ligt, ook een beetje achter de schermen... waar ik me nuttig in kan maken. Bijvoorbeeld het oprichten van een denktank met alle vertrokken burgemeesters... die de, de afgelopen tijd uit de Achterhoek zijn uh, ingewisseld voor een jongere versie? Nou ja, dat is zo'n idee. Goed dat u dat zegt, want uh, laatst uh, ja, begon ook... Uh, de Duitse honorair consul daarover. Uh, bijvoorbeeld als het gaat om de contacten over de grens met, met Duitsland. dan duurt dat heel lang voordat je daarin gewerkt bent. En hij suggereerde eigenlijk ook zoiets: van eigenlijk zouden jullie als gestopte burgemeesters. daar nou best een goede rol in kunnen vervullen. om ook de contacten met Duitsland warm te houden. en ook je opvolgers daarbij in te werken. Dan, ja, dan lopen ze je je niet onmiddellijk voor de voeten. en kun je toch een hele mooie verbindende rol vervullen. Dus ik ga daar eens over nadenken.